Good morning, welkom bij mijn eerste dagelijkse travel vlog. De aankomende 21 dagen lang ga ik elke dag voor je proberen te vloggen. Ik merkte dat ik met een wekelijkse vlog toch heel veel dingen mis die ik meemaak. En misschien toch ook een beetje een suikerspinbeeld schets van hoe het is om te reizen. Ik ga dus proberen om 21 dagen lang elke dag voor je te vloggen. Om te kijken hoe jullie het natuurlijk vinden om zo elke dag met me mee te reizen. En om te kijken of ik het ook trek om elke dag te vloggen. Zoals je ziet ben ik nu in de bergen. Ben ik net in de warmte aangekomen, ga ik weer de bergen opzoeken en de kou, want het is echt heel koud. Ik heb gisteren 10 uur in de bus gezeten om vandaag het Chinese park, ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, Jiuzhou te bezoeken. Net als Seo Raksan stond deze ergens in een CNN-lijstje en het schijnt echt waanzinnig mooi te zijn. En ik kijk er heel erg naar uit om het te zien. Over de busreis vertel ik je zo nog wat meer, maar ik ga me eerst even opmaken en ontbijten en dan zie ik je straks. We zijn in het park en nou, we gaan eerst even de kaartjes halen, maar ik kan je in ieder geval eventjes alvast vertellen wat er gisteren was gebeurd. Want het is serieus, denk ik, het is sowieso een van de vreemdste momenten op reis, maar misschien ook een van de vreemdste momenten in mijn leven. Het was echt heel weird. Nou, we zitten dus gisteren 10 uur in de bus. En we bezoeken ondertussen het Huanglong Park. Met deze fantastische meren. Dat was echt heel gaaf. We hebben daar 5 uur rondgelopen. Vervolgens is het de bedoeling dat we bij een Tibetaanse familie gaan eten. Nou, dat klinkt vet schattig, toch? Gewoon aanschuiven bij die mensen. Ik had echt mijn vingers gekruist op baal dat wat ze standaard in Tibet eten. Komen we daar dus? Zien we dit? Nou, Hanna en ik, dit is Hanna, mijn tourgenootje. Ze komt uit Estland en ze woont in Chengdu. Zijn door het hostel zijn we aan elkaar gekoppeld en we zijn ook echt de enige westerlingen in deze tour. We keken elkaar echt aan van, wat is dit in godsnaam? Een Chinese reef of zo? Oké, vervolgens gaan we dus eten. En het eten was, ja, sorry, maar echt niks boeiends. Gewoon gepofte aardappelen en wit brood wat je in melk moest dippen. Ik was vrij teleurgesteld, moet ik eerlijk zeggen. De jongen begint te zingen. Nou, wat nog niet zo erg is, maar vervolgens komen we buiten en zouden dus mee moeten gaan dansen. Nee, gewoon. Nee, ik heb het eventjes voor je gefilmd, maar het was echt zo raar om mee te maken. Ik bedoel, ik ben wel toeristische dingen gewend hoor, maar dit was ver uit proportie. Gewoon een bizar Chinees reeffeest of zo, of iets, I don't know. Ik kon het je niet onthouden omdat het echt een heel, heel, heel bizar moment was. Wat ik zeg, het bizarste moment op mijn reis tot nu toe. Maar goed. Vandaag gaan we lekker naar Jiuzhou. Damn it! Als ik het hoor, dan denk ik, oh, dat kan ik best uitspreken. En dan probeer je het zelf en dan denk je, nee. Maar die gaan we dus vandaag verkennen. Super veel mooie meren. Ik heb er heel veel zin in. Alleen in China. Hiken op hakken. Oh my gosh, een panda familie. Kijk hoe lief. Moeder, vader, kindje. Chinese selfies, fotobalmen. By the way, ik ben helemaal vergeten te zeggen. Ik loop een week achter. Wat je nu dus ziet, was vorige week zondag. Wil je live updates van mijn reizen? Dan moet je even op mijn Instagram kijken. Daar plaats ik bijna elke dag een foto van wat ik die dag heb gedaan. OMG. Hier zat ik dus op te wachten. 5 color pond. 3, 2, 1. Het is zo mooi! Oh my god! Precies net als de foto's! Oh, en het is, weet je wat echt gewoon zo jammer is? Het is droogseizoen, dus hij staat nu eigenlijk leeg. Moet je eens voorstellen als hij gewoon daar helemaal vol zit. Oh, het is zo mooi! Ik wil hierin zwemmen, ik wil hierin wonen. Wow!
Kijk al die kleuren blauw. Kijk daar, lichtblauw, donkerblauw, groen, mintgroen daarachter. Oh, dat is echt zo mooi. Hier zat ik op te wachten. Wauw. Oh, zo jammer dat het droogseizoen is. En nog meer op de foto met Chinezen. En nu denk ze allemaal dat ik Chinees spreek, maar niet eens. Nog meer, yay! Dit park heeft de bijnaam Feeënland. Wat ik nu ook helemaal begrijp, want er zijn echt overal bijzonder blauwe meren, watervallen, bergen, bossen, panda's dus blijkbaar ergens. Zo mooi, echt waanzinnig. Kijk, dit is gewoon overal. Yay, we zijn aan het hiken, eindelijk. Je moet echt de bus nemen als je hier maar één dagje bent. Maar het liefst loop je natuurlijk gewoon het hele park rond. En dit is nog niet eens het mooiste stukje. Maar we zijn net begonnen. Check hoe helder het water is. En zo blauw. Ik ben even de andere meiden kwijt. Maar ik ga gewoon zelf lekker even verder lopen. En dan zie ik wel of ik ze later tegenkom. Dat is wel een klein beetje het nadeel als je in je eentje rondloopt. Je hebt meteen een Chinees aan je broek hangen. En hij loopt daar en zit een beetje te preuzelen. Ik ga gewoon die kant op lopen, maar ik heb nu gewoon geen zin om te kletsen. Wow, ik ben een zijpaadje ingegaan en het is ineens helemaal stil. En ik zie dit mini klein vijvertje, watervalletje. En achter me ook een supermooi meer. Ik ben geneigd om hier te gaan lunchen. Misschien kost me dat iets te veel tijd. Ik wil ook nog wel even het fijne leven zien. Ik ga straks wel even verder lopen. Maar het is heel fijn om heel even weg van de Chinese massa's weg te zijn. Dan kan een beetje de schoonheid van het park ook iets beter tot je doordringen ofzo. Als je snapt wat ik bedoel. Yep, ik ga hier gewoon lunchen. Ik heb honger en ik heb geen zin om de anderen te zoeken. Ik kom ze straks wel tegen, we zitten toch in dezelfde tourbus. Dit is mijn uitzicht. En wat heb ik voor lunch? Ik heb zwarte sesamzaad koekjes voor lunch. Omdat ik eergisteren ben weggegaan en niet zo lang een maaltijd meer kon nemen. Dus dit gaat hem worden. Lekker rustig in één, joh. Ik denk dat de grote massa toeristen nu ergens naar de lunchplek die kant op verder is gelopen, wat echt heel relaxed is, want dat betekent dus dat ik achter de massa aanloop. Ik hoop dat het zo rustig blijft, want het is echt, weet je, de schoonheid kan net iets beter tot je doordringen als je gewoon even wat rust om je heen hebt dan al die gillende en schreeuwende Chinezen. Ja, het is gewoon net even iets relaxter als je de plek iets meer voor jezelf hebt. En dit is Panda Lake. Het wordt zo genoemd omdat hier af en toe panda's rondhangen. Helaas heb ik ze niet gezien. Maar het meer ziet er wel heel mooi uit. Vet cool hikepad. Wow. Bruut. Dit snap ik dus echt niet, hè. Heb je zo'n waanzinnig park. Het is op dit moment het droge seizoen. Het is hier absoluut verboden om te roken. En ik zie gewoon net een gast met een sigaret lopen. En daarvoor zag ik er ook al eentje roken. En ik zie mensen van het pad afstappen om die bomen aan te raken. Dit is echt iets wat ik gewoon niet snap. Dat ik denk van, maar dit is zo mooi. Daar wil je toch gewoon niet eens aan zitten. Ik weet niet hoeveel bijvoeglijke naamwoorden ik moet gebruiken om te beschrijven hoe ziek mooi dit is. Unbelievable. Ik zou hier zo graag met een helikopter ook overheen willen vliegen. Je ziet gewoon de bodem. Daar zelfs. Even serieus, mijn batterij is bijna leeg, maar ik kan gewoon niet stoppen met filmen. Het is hier zo mooi. Ongelooflijk. Het is ook zo moeilijk om te begrijpen dat zulke schoonheid gewoon bestaat. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Het is echt. Ah.
Er is dus trouwens een Chinese legende die bij dit park hoort. En ik ben echt gek op hun mythes en legendes. Het verhaal gaat dus dat hier twee veeën kwamen wonen. En een van die twee veeën die had een spiegel die bestond uit wind. Dat was een speciale spiegel. Toen gaf ze die aan de andere vee cadeau. En toen kwam er een duivel. En deze duivel die werd verliefd op de vee met de spiegel. Zij moest niks van hem hebben. En op een dag, toen kwam hij bij haar, gaf haar toch heel veel complimentjes in de hoop haar hart te winnen. Maar zij moest nog steeds niks van hem hebben. Hij werd razend, veranderde in een vlaag met wind, pakte haar spiegel af en brak deze. Het verhaal gaat dus dat de spiegel brak in 114 stukjes. Wat nu de smaragdgroene meren van dit park zijn. En hoe vet is het om zo'n verhaal te hebben als je langs zo'n mooie plek loopt. Ik ben nu naar de uitgang aan het hiken. Dat is ongeveer, denk ik, nog 11 kilometer. Maar kijk hoe rustgevend dit is. Hoewel ik natuurlijk ook helemaal niet vies ben van een prachtig blauw meertje tijdens de hike. Ik zag trouwens net weer iemand roken. SMH mensen, SMH. Wow, dit is ook zieke shizzle trouwens. Ik zie ouders net gewoon hun kind hier uitgebreid laten poepen. Er zijn hier letterlijk om de 100 meter toiletten, hè? This is China! En daarom wilde ik ook, zeg maar, dagelijks vloggen, omdat ik dan ook dit soort dingen met je kan delen. Want je komt zoveel van dit soort dingen tegen waarvan je denkt, wat? Hoe? Huh? Ik snap het niet. En nu kan ik je dat ook tenminste laten zien. Dus ja, gewoon in een van de mooiste plekken van de wereld. Gewoon je kind lekker laten poepen. Terwijl er gewoon overal toiletten zijn. Top man. Ik heb net een Chinees meisje ook gevraagd om de foto te gaan met mij. Omdat ik mijn broertje beloofd heb om foto's te maken met mooie Chinese meisjes. En ik vond haar echt heel knap. Ze heeft niet even make-up op of zo. Ik kan gewoon niet stoppen met filmen. Check dit. Het is... ene meer is nog mooier dan het andere en het houdt maar gewoon niet op. Het is nu 4:30 en elk uur vind ik wel weer iets waarvan ik stijl achterover sla van hoe mooi het is. Mooiste hike ooit. Dit is echt ridiculous. Echt zo mooi. Ik wil hier naar huis. Mag ik hier blijven wonen? Ik wil hier wonen. Ik wil ook een elfje zijn en zo. Ik heb het net gehaald, de bus reed bijna weg. Ik heb echt een hele slechte gewoonte van te laat komen. Maar ik heb het wel gehaald en we gaan nu lekker eten. Ik hoop echt. Oh, lekker Chinees eten. Oh, lekker Chinees eten. Hanna en ik vinden dat we niet genoeg gegeten hebben. Dus we hebben de groep verlaten die nu naar een dansvoorstelling is. Om lekker barbecue te gaan eten. Rebels die we zijn. Het is zo koud in onze kamer. Ik snap er helemaal niks van. Want buiten was het hartstikke warm toen we aankwamen. Gisteren was het op zich wel logisch. Want toen lag er gewoon sneeuw. En het was vet koud. Dus toen we in de kamer kwamen was het vrij logisch dat het koud was. Maar nu snap ik helemaal niks van. Dus ik heb lekker een warme douche genomen. En het was heel moeilijk om eruit te komen. Want de badkamer was ook heel koud. Ik heb mijn haar even ingevlochten. Tanden gepoetst. Ik ga nu al deze zooi even alvast opruimen, want we moeten morgen om 5:30, dus om 5:30, moeten we al ontbijten en de bus gaat om 6:00 vertrekken. Het wordt weer een rit van 10:00 naar Chengdu. Het liefst was ik vanavond eigenlijk al in de bus gestapt, maar dat is denk ik te gevaarlijk. Dus ik zeg voor nu goodnight en ik zie je morgenochtend weer.